Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en nu weer een andere bril op. Misschien dat ik deze nog niet opdoe voor vandaag. Maar ik weet niet of het te horen is. Het regent nogal buiten. En ik moet zo naar mijn werk. Het is nu 5:30. En ik hou niet zo van regen. Ik hou meer van sneeuw. Maar goed, we moeten maar eventjes afwachten. De regen blijft de hele dag duren. Tot aan 2:00 en dan ga ik naar huis vandaag. Ja, en dan heb ik weekend en dan ga ik weer vloggen. Ja, ik ben nu ook bezig met vloggen. Maar ja, ik ben een beetje inspirerende dingen aan het zoeken. En weet ik het allemaal voor dat tafeltje hier wat ik daarin kan doen. Het wordt weer winter. Maar ik ga nog niet echt iets met kerstspullen doen, dat nog niet. Want ik heb iets van Sinterklaas komt eerst en ik ben ermee opgegroeid. Dus eerst dat soort dingetjes. En die kerstboom komt er pas na 5 december in, dus niet eerder. Maar ja, dit staat er nu eigenlijk op. Ik moet deze nog een plekje zien te geven. Ik weet nog niet zo goed waar ik hem wil ophangen. Vince dacht hier zo, maar dat zien we nog wel. We hebben hier snoepjes, maar niemand doet dan Sint Maarten in de straat hier zo. Of in deze buurt. Dat is best jammer, maar ja, niemand kwam. Dus ja, dan heb je pech. Ik moet nog even mijn sok aantrekken trouwens. Misschien dat ik wat snoepjes meeneem naar werk of zo. Ik heb geen idee. Ja, ach, we komen er wel. Hoe het nu met mijn moeder gaat, de morfine is verhoogd naar 150. En het was 100. Dus ze hebben er 50 bij gedaan. En hopelijk heeft ze nu wat minder pijn. Dit weekend had ik ook naar mijn moeder te kunnen. Maar of het doorgaat, weet ik niet. Het kan zijn dat mijn ouders iets hebben van nu even een weekendje rust of zo. Of weet ik veel wat. Maar ik laat het aan mijn ouders over. Eigenlijk zou ik liever vrijdag willen gaan dan vandaag. Maar dat gaat niet. Want morgen heb ik fysiotherapie. En mijn ambulante begeleider komt langs. En ik zal binnenkort ook trouwens even die fysiotherapie oefening laten zien die ik thuis moet doen. En wat nog meer moet... En zaterdag heb ik weer een moment van ambulante begeleiding. En misschien dat ik daarna naar mijn ouders ga. Dus ik blijf dan weer een nachtje slapen zoals vorige keer. Dus ja. Maar we zien wel eigenlijk. En voor nu, ja, moet ik eigenlijk even mijn sok aantrekken en mijn tanden schrobben. Ik heb net al gegeten. En dan kan ik gaan. Maar ja, met die regen doe ik liever lens in. Maar mijn ogen zijn nog een beetje te moe. Ik had vannacht een hele zware nachtmerrie. Echt een hele zware droom. Zo super vreemd. Maar ja, daar vertel ik later wel over als ik me nog wel kan herinneren. Want ik vergeet het wel eens. Dus sorry daarvoor alvast. Maar ik zeg gewoon, die droom was super weird. En mij zie je straks als ik thuis ben. Dus dat straks. Nou, ik ben al een tijdje thuis. En, mijn haar valt uit. Ik heb weer een unboxing vandaag. Of unboxing, weet ik hoe het heet. Via vakantieveilingen. Het was een ideetje van Vince. Niet van mij. Nee, eigenlijk wel van mij. Ik zei, kijk Vince, hier heb je voor een jaar lang aan gratis... voor een jaar lang aan vaatwastabletjes. Dus dat zit hierin. In deze doos. En ik had zelfs moeite om hem naar boven te tillen, waardoor ik nu een beetje last heb van mijn rug. Maar ik heb hem wel omhoog of in huis kunnen krijgen. Het enige lastige is nu, hoe krijg ik hem nu op het aanrecht? Nou, dat gaat wel makkelijk, hoop ik. Maar ik zet je weer eventjes op de waterkoker. Koker. Om die doos te pakken. Hij was buiten op de grond gevallen, want ik probeerde hem in mijn tas te doen, maar mijn tas viel weer open. Maar goed, hij is er in ieder geval. Even kijken, zo. Ik hoop dat het zo kan in ieder geval. Hij was niet hier zo bij mijn huis geleden. Ik was niet thuis en ik wist ook niet dat hij vandaag zou komen. Maar ja, dat e-mailtje was een ongewenste e-mail gekomen helaas. Dat had ik niet gezien. Juist, een doos en een doos. Handig. Waarom? Dat snap ik niet. Kijk, ik kan het zo laten zien dat hij in een andere doos zit. Kijk maar mensen, een doos in een doos. Doos in een doos. Ja. Yeah. Het slaat werkelijk alles, denk ik. Maar het ruikt lekker deze dingetje.
Zo. Nou, die kunnen dan hierin zitten blijven. Ik word niet gesponsord op vakantieveilingen, want volgens mij weten ze niet eens dat ik dit doe. Nou ja, het is altijd wel leuk om te zien. Hoppa. Oh, die zijn wel heel klein, maar die moet je wel uitpakken. Nou, ik zal de inhoud laten zien. Dit zit erin. Allemaal voor de vaatwasser. Maar ik denk wel, ja, deze moet je gewoon uit het zakje halen. Ja. En ergens hoog plaatsen, dan denk ik dat hij wel daarop kan. Op de vaatwasser. Nou ja, dat betwijfel ik eigenlijk. Dat ding is niet zo heel stevig. Justin had al voorgesteld om daar een plankje boven te maken. Maar ja, dan moet ik nog even nadenken of ik dat ook wel wil. Kan wel, maar dan moet het plankje wel heel dik zijn of zo. En ik ben zelf niet zo hoog of groot. Ik ben zelf maar 1,55 meter. Dus zou niet ideaal zijn als dat wel zo is. Nou ja, Vince kan erbij, maar ik zou dan een krukje moeten pakken. Waarom staat de kopje hier eigenlijk? Nee, dat staat er gewoon in de vaatwasser. Heeft hij nou gedraaid of niet? Volgens mij niet. Oké. Zo, ik ga hem aanzetten. Kijk, dan doe ik altijd nog een stukje hier tegenaan. Deze opendraaien. En er zal waarschijnlijk weer water gaan lekken. Dat is vaak zo. Oké, dan moet hij een klein stukje terug. Oké, en dan zet ik hem hier aan. En dan gaat dat aan. Ik zal hem voor een uurtje laten doen. Anderhalf uur dus. Zo. Dan heb ik tenminste dat alles goed schoon wordt. Hier zitten ook dingen in. En Vince had daar nog eentje gehaald. Deze. Bij Albert Heijn. Hij is er twee keer teruggelopen. Of twee of drie keer teruggelopen. Maar nu hebben we die, dus die kunnen we erbij doen. Ik weet alleen nog niet zo goed welke plaats ik hem zal geven. Of dat ik hem nog hier zo in de meterkast kan zetten. Want daar hebben we ook planken hangen. Misschien dat die daar kan. Juist, Vince. Nou ja, ik hoef geen eten te maken vandaag. We hebben nog een beetje veel over van gisteren. Van het eten, dat heb ik in de koelkast gezet. Ja. Ja, dat komt wel helemaal goed. Ik wacht nu eigenlijk tot Vince deze kant op komt en dan heeft hij binnenkort Diwali. Dat is aanstaande zaterdag. Het is nu... Gisteren was het Sint Maarten, dus het is vandaag 12 november. Dus ja, het komt wel goed. Ja, het is nu november. Even kijken. Hé, hey, morgen is mijn oom jarig. Yay! Happy birthday, oom B. 13 november. Ik ga even wat licht aanzetten in de keuken of in de woonkamer. Welke lampen zal ik doen? Ik doe deze gewoon. Ja. De schoonmaker is geweest. Die heeft alles schoongemaakt hier. Jee. Oh, ik ben wat vergeten. Nou ja, mijn begeleider komt ook morgen. Dan kan ik het aan haar geven. Oh, scherp stellen, joh. Ik weet alleen niet wat de oplader van Vinza doet. Maar ja. Het is weer netjes. Oké, op dat na, want dat moet weer op de bank. Mijn andere telefoon ligt daar nog op de bank. Die mag al uit de oplader, want die ligt er al 3 dagen zo. En lijkt me niet zo heel handig dat die daar zo blijft liggen. In de oplader. Lijkt me niet handig, nee. Ja, wat wil ik eigenlijk doen? Ik weet niet. Nou ja, ja. Oh, ik denk dat die schoonmaker ook weer iets anders heeft gedaan. Naast in de badkamer. Ik ben al een tijdje thuis, maar nog niet naar de wc geweest. Dat doe ik meestal als ik net van werk kom, maar nu deze keer niet. Ja, hoor, leer Nederlands. Ja, alles staat weer anders. Nou, niet echt letterlijk alles. Maar kijk, dit staat nu hier. En die wil ik nooit daar hebben. Die wil ik altijd hier beneden hebben. Zo. Nu staat het weer goed, denk ik. Ja. Jullie moeten hier. Ja, ik ben echt wat dat betreft gewoon zo. Zo, deze moet een beetje zo. Nu staat het weer helemaal goed. Zo is het voor mij helemaal goed. Ik hou er alleen niet van als dat ding omhoog staat, maar goed. Volgens mij gaat hij ook een beetje stuk of zo. Hij zit niet goed. Nou, het is nog goed. Nou, voor de rest gaat dit ook wel makkelijk zo. Dat heeft hij ook omhoog gedaan. Dat doet hij altijd tijdens het schoonmaken.
Die schoonmaker is door Cordaan geregeld eigenlijk. En hij doet het echt heel goed, vind ik. Hij is ook heel vriendelijk naar iedereen. En ook een begeleider eigenlijk. Dus als iemand een probleem heeft, dan kunnen we bij hem zijn. Maar ook bij andere begeleiders hoor. Vince heeft denk ik de was geprobeerd te doen, maar ik denk dat hij geroepen werd om naar werk te gaan. Dus ja, dat ga ik verder eventjes opruimen. Het is niet echt aantoonbaar om te laten zien dit. Dus bij deze tot straks. We hebben bezoek gehad van de buurvrouw. En ja, ik liep net met Vince naar de slaapkamer toe en ik zag een mug op het blauwe plafond zitten. Maar ik was net te laat met die, hoe heet dat zo'n ding? Elektrische vliegenmepper. Dus ze vloog weg. De stomme sled, zo noem ik muggen vaak. Maar nu ga ik even een handdoek pakken. Maar ja, dan zat ze op een van die dinosauruswereldjes die ik heb hier. En ja, dan vloog ze ook weer bij weg. Zo, even een handdoekje bij. Op de badkamer. Maar ja, ik heb een hekel aan muggen, zoals ik vaker zeg. En ze zullen niet mijn vriendjes worden. Ik wil een klamboe, mensen. Ik wil een klamboe. Vince, ik heb de camera hier vast, dus ik ga het even zo geven. Alsjeblieft. Veel plezier met douchen. Zo, en dan kan ik de vaatwasser uitruimen. Ja, ja, moet ook gebeuren. De wasmachine draait. En ik hoop dat alles een beetje op zijn plek blijft zitten. Die kans is ook groot dat alles gaat vallen. Kijk, ik hoop dat de glazen heel blijven. Zo, deze gaat dan hierin. En ze moeten zo staan van mij, ze mogen niet andersom staan. Als iemand anders het doet, zonder dat ik het weet, word ik helemaal kriegeld. Dan gaat het echt helemaal fout. In mijn hoofd dan. Oh, nog een glas. Whoopsie, even kijken. Oké, eruit. Oh, die moet nog een beetje drogen. Dus die laat ik even op het aanrecht zitten. En Vince roept wat, dus ik stop even de camera. Dus tot zo. En ik heb het een beetje gezellig gemaakt hier zo. Kaarsjes aan. Mag ook gewoon, ja. En op tafel zijn twee kaarsjes aan. Die is aan. En in dat ding daar staat eentje aan. En als Sinterklaas voorbij is, ga ik nog meer sfeerlampjes neerzetten. En dan lukt het helemaal. De buurvrouw had eventjes dat ding omhoog gedaan. Dus die ga ik even laag doen. Dit ding dus. Ik heb geen zin in potten kijken van de buren. Zo. Nou, is hij weer goed, denk ik. Of niet soms? Oh, helemaal wazig. Maar is nog niet helemaal goed. Oh, verkeerde kant. Hoppa. Zo is hij goed. Ja. Zo hoeven mensen niet naar binnen te kijken. Ik hou daar niet van. Het zit helemaal netjes weer. Yay, mijn huisje is mooi. Oké, het is wel een beetje druk daar. Zo. Mijn jongste broer kan daar niet tegen. Dus ik kijk liever niet in de woonkamer. En ja, ik heb hier een videotheek zowat. Maar ik ben op zoek naar een wat bredere dvd-kast. Die kast gaat trouwens ook uiteindelijk weg, heb ik al eens eerder gezegd. Die gaat dan in de slaapkamer staan. En als ik een bredere kan vinden, dan kan deze weg. Of die kan dan naar mijn broer toe, dan heeft hij daar ook iets aan. Dus ja, die heeft eigenlijk jarenlang op mijn slaapkamer gestaan, die kast. Eerst zaten de video's in en een heleboel andere meuk en weet ik het allemaal. En nu zitten er alleen maar dvd's in. En een complete boxset van Dragon Ball Z, maar dan boekjes. Daar hebben we helemaal geen ene fuck aan eigenlijk, we lezen het niet. Dus Vince wil dat weer verkopen. Dus als jullie iets weten voor dat ding daarboven, die laat ik even zien. Dat ding, dan laat het maar weten. Want wij hebben er niet zoveel aan. Wij dachten dat dvd's waren, bleek het uiteindelijk niet te zijn. Helaas maar waar. Vince heeft deze trouwens gevuld met koekjes. Of ik eigenlijk samen met Vince. Er zitten allemaal koekjes in nu. Digimon. Niet dat de koekjes van Digimon zijn, maar... En de thee hier zo vond ik niet zo lekker. Dus die gooi ik weg. En dan was dat mijn avondje voor nu eventjes. Voor nu eventjes, want ik ga weer verder opruimen. De was opruimen, moet ook gebeuren. Dus tot straks. Vince is mij... Au, mijn... Au! Vince probeert olie op mijn been te smeren. Au. Maar ik voel meer nagels. Au. Vince, au. Ik voel meer nagels. Je linkerhand kan dat niet.
Nee, maar ik voel de hele tijd nagels. Auw. Ik train mijn linkerhand. Je traint je linkerhand. Ja. Nou, voor mij voelt dat niet zo, weet je dat? Dat is zeer. Ik voel de hele tijd nagel. Vince. Nee, niet nagels. Niet nagels. Nee, dat kietelt nou. Oh shit, ik krijg kramp in mijn heup. Nou gaat hij dat doen. Vince, wat ben je gemeen? En wat zijn we aan het kijken op de computer? Ja, dat ik wel zie. Welke aflevering? Ja, ik weet niet. Staat erbij? Bovenaan. Aflevering 19. TN goes all out. Hehe. Hier al zie je media player. Ja, nu zien we dit stukje. En Vince gaat zijn handjes wassen. Ja, schuld. Hoezo mijn schuld? Ik zal niet meer van jou. Ja, je hebt mijn voeten ingesmeerd met allemaal olie. Babyolie dat hier zo staat. Ja, het zal droog zijn, mijn voeten vandaag. Ja, mijn voeten zijn net een roeschuurpapier. Kijk, en dan zien we hier Gohan en Goku. Wie was jouw favoriete Dragon Ball Z? Goku. Goku? Bij mij Goku en Gohan. En Piccolo. Wat zegt u? Ik heb ook geweest. Goku? Dat is dus wat wij nu aan het doen zijn. We hebben al een paar afleveringen gekeken. En ja, wat jullie net zagen was eigenlijk een vreemd tafereeltje van nagels over mijn benen heen wat niet lekker aanvoelt. Ja, dat is voor ons. Nou ja, ik heb nu mijn nieuwe andere bril weer op. Ik denk dat nog niet eerder had gezegd, denk ik. Ik weet niet eens meer. De mug heb ik trouwens gevonden en die is dood. Ik hoop dat dat de laatste was ook. Want die is wel dood nu. Gelukkig. Ze zat boven de kast helemaal, boven die witte kast die ik op de slaapkamer heb staan. En ja, dan overleef je het niet bij mij. Helemaal niet. En dat vind ik wel fijn. Nee, wij gaan eigenlijk nog alleen maar Dragon Ball Z kijken. Ik denk dat dit de laatste aflevering is en dan gaan slapen. Morgen moet ik om 10 uur bij de fysiotherapie zijn. Ik ga proberen de camera mee te nemen. Ik neem hem wel mee, maar ik kijk hoe ik mag filmen. Ik ga het gewoon vragen. Als hij niet in beeld wil, dan kan ik altijd blurren. Maar ja, zodat jullie een beetje kunnen zien wat hij doet met mijn pols. Soms trekt hij het een beetje uit elkaar van mijn gevoel, maar dat doet hij wel. En ja, ik ga gewoon proberen. Morgen heb ik ook nog begeleiders, zoals ik al eerder heb gezegd. En daarna eigenlijk nog geen idee. Misschien dat ik nog even naar buiten ga, ergens heen of zo. Ik zou niet weten waar. Misschien even een action of zo, maar daar film ik totaal niet. Niet eens wat boeiend of zo om te filmen, vind ik. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik wil doen. Dus ik bazel maar wat nu. Maar wat ik dus aan jullie wil gaan vragen, is om op mij te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog van vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, rollato!